rondje. Heel goed. Proost. In deze eerste aflevering op bezoek bij Appie, een nieuwe Brabantse filmster. En hij heeft nog geen last van sterrenlures. Nog niet. Oosterhoutse Appie, die achter deze deur woont, is het toekomstig kijkcijferkanon van de dagelijkse tv-serie Alleen op de Wereld. Appie is een supervarkentje. Hij is bruin, hij komt van een fokker uit Heusden. En hij betekent voor mij eigenlijk alles. Hij is echt mijn beste vriend. Appie buigen. We hebben alles voor elkaar over. Goed zo. En ik denk speciaal onze band. Net als iedere andere acteur heeft ook Appie auditie moeten doen voor zijn rol in Alleen op de Wereld. Nou, we kwamen binnen bij de auditiestudio en toen waren ze meteen eigenlijk helemaal verliefd. En toen deden ze hun kunstjes en toen kon het eigenlijk niet meer stuk. Appie wordt gecoacht en gekoesterd door de 21-jarige Hilda Omer. We gaan gezellig met Appie naar de markt. Eens even een pilsje pakken. Appie is eigenlijk een soort van mijn tweede vriendje. We doen alles samen en we hebben superveel lol. Hilda heeft Appie heel wat trucjes bijgebracht. Een kleine opsomming. Hij kan een emmer omgooien met of zonder water. Hij kan een balletje vooruit rollen. Hij kan boksen. Hij kan tussen mijn benen doorweven en hij kan zitten. De opname voor Alleen op de Wereld hebben bij elkaar maanden geduurd. Appie, rondje. En Appie kreeg uiteraard een acteursalaris uitbetaald. Ja! Goed betaald? Ja. Is het een beetje ka-ching? Ja, niet zoals George Clooney, denk ik, maar aardig. Durf je hem ook een zoen te geven? Ja, zij wel. Vind je dat die erg ver gaan? Zij zoent haar eigen man ook. Nou, heb je die wel eens gezien? Die komt zo aan. Ik vind dat wel heel erg ver gaan. Kan ik er gewoon zo doen? Alleen op de Wereld is in december elke dag op de tv met onze Appie.